Ik sta hier in de tentoonstelling Strijden ga ik, Anton de Kom en de Surinaamse Studentenunie in Leiden. Ik ga praten met vier mensen die direct betrokken zijn geweest bij deze tentoonstelling. En de eerste is misschien wel de belangrijkste, Paul D. Paul D. kwam in 1964 als een jonge student uit Suriname naar Leiden om hier te gaan studeren. En had ik een idee dat hij daarna weer terug zou gaan naar Suriname. Dat heeft hij niet gedaan. Woont nog steeds op zijn 83 in Leiden. Ik ga met hem praten. Paul, jij kwam in 1964 naar Leiden? Ja, klopt. Je ging hier scheikunde studeren volgens mij? Ik ging hier scheikunde studeren, ja, biochemie. Ja. En waarom naar Leiden? De beurzen die toen ter tijd door de Surinaamse overheid waren verstrekt, ja. Die waren gekoppeld aan bepaalde studies. En in Leiden kon je biochemie doen. Werd je eigenlijk meteen lid van die Surinaamse studentenvereniging? Ik werd vrij snel lid, dat weet ik nog wel, ja. Want ik had gewoon de behoefte om Surinamers te ontmoeten. Ja. Ja. Dus jij bent een van de studenten ook die betrokken was bij die oprichting van de Surinaamse Studentenunie, hè, die later uit die vereniging voortkwam? Ja, zeker. En dat was eigenlijk wat meer een militante groep? Ja, dat was een veel meer politiek bewuste groep. En die politiek ook gebruikte om de Surinaamse onderdrukte een beetje te bevrijden en de studenten bekendheid te geven. Ja hoor. Paul, wat voor mij helemaal nieuw was dat er eigenlijk ook een soort Surinaamse cabaretgroep ontstaan is. Ja, dat klopt. Dat komt omdat de SSV had al een beetje een soort van traditie van culturele avonden. Ja. Voorprogramma's bij het feest wat erop volgde. Daar trad een cabaret op. Ik was dan meestal de organisator. En langzaam ontstond daaruit het cabaret Riffel, van revolutie. Ja. Om de mensen ervan te overtuigen dat je eigenlijk anti-koloniaal moest zijn, anti-imperialistisch moest zijn. Op een muzikale manier? Op een muzikale manier en vaak op een humoristische manier ook natuurlijk. Dit is dan het programmaboekje, hè, van Riffel. En ik zie ook je Anton de Komlied daar. Ja, Anton de Komlied. Want daar was ook een klein beetje dans en beweging bij. Dames en heren, als u meer wil zien van Paul D. en de Surinaamse Studentenunie, kom dan naar de tentoonstelling in Museum de Laakhal in Leiden.